Helemaal, welkom terug op mijn kanaal. Of als je nieuw bent, welkom. Ik ben Lindsay en zoals je aan de titel hebt kunnen zien, ga ik vandaag de Zoella Colourpop make-up line helemaal testen. Full face. Ik heb mijn make-up al een beetje gedaan, omdat er geen foundation en zo bij zit. Maar we gaan meteen in die zak vol met goodies duiken. Nadat ik alle productjes getest heb, ga ik met jullie mijn ervaring met Colourpop delen. Qua verzending, hoe lang heeft het geduurd? Het is natuurlijk langs de douane gepasseerd. Hoeveel heb ik moeten betalen? Al die vragen, die gaan je op het einde van de video beantwoord zien. Voordat ik ga beginnen met het reviewen van deze productjes, ga ik eventjes de obvious staten. Ja, mijn haar is super kort geknipt. Het kwam echt van hier of zo. Is er een heel stukje af. Ik heb dat gevlogd, dus als je die vlog nog niet gezien hebt, op het einde van de video zal ik die hier plaatsen. En dan gaan we nu beginnen met de review. Eind februari heeft Zoella, Zoe Suk, de bekende YouTubester. Ik denk dat iedereen haar wel kent. Je hebt haters, je hebt echt lovers. Ik ben niet per se een van de twee. Geen echte hater, geen echte lover. Ik ben gewoon iemand die ze al heel lang volgt. En ik ben zo wel benieuwd welke stappen ze altijd in haar carrière zet. Vandaar dat ik haar ook een beetje volg. Toen ik zag dat ze een make-uplijn met Colourpop uitbracht en de verschillende productjes me wel aanstonden, heb ik het erop gewaagd en heb ik mijn eerste Colourpop bestelling geplaatst ooit. Er zijn verschillende productjes, lipproducten, oogproducten, een heel mooi oogschaduwpalet, eyeliners en zo van die dingen. Ik kon niet kiezen, dus ik dacht, ik neem ze gewoon allemaal. Dan maak ik er ook gewoon een eerste indruk review van. En als er dan dingen zijn die dat jij leuk vindt, dan kan je die misschien ook wel halen. Zonder jullie nog langer in spanning te houden, dit is hoe dat het tot bij mij kwam. Een redelijk grote doos met heel veel van dat beschermingsbubbeltjespapier. Toen ik mijn pakketje nog niet had gekregen, ik ben natuurlijk zo nieuwsgierig dat ik dan YouTube en Instagram en ook Twitter in de gaten hou. En via Twitter heb ik heel wat probleempjes zien opduiken met het oogschaduwpalet, waarvan één specifieke kleur altijd gebrokkeld was. Dus ik was heel blij toen ik zag dat het in van dat dik bubbeltjespapier kwam. En nog blijer toen ik het palet opende en zag dat er niks stuk was. In het doos zelf zitten twee aparte papieren. Eerst en vooral een Colourpop kaart. Daar staat niet echt iets op, gewoon Colourpop. En dan ook nog het rekeningformuliertje. Jullie zitten uiteraard niet te wachten op wat voor papieren er allemaal in dat pakket zit. Maar dit is dus het product zelf. Dit is het PR-pakket. Dus dan krijg je ook de toiletzak. Je krijgt een heleboel stickers. En dan ook alle verschillende productjes. Als je dit nog niet gezien hebt, het is allemaal in één specifiek thema. Namelijk brunch dates. Je ziet ook die twee eitjes. Echt superleuk. Het paletje is één grote wafel. Dat ga je zo dadelijk allemaal van close-up kunnen bekijken. Het is zo heel 70s inspired en ik vind het wel leuk. Ik vind het echt heel tof. Ik ben ook zo'n roze fan en zo. Dus het is echt wel right up my street, zoals ze in Engeland zeggen. En ik vind ook zo'n doorzichtig plastic zak. Dat had ik nog niet. En vandaar dat ik het ook gewoon leuk vond om ineens heel het pakket erbij te pakken. Dan heb ik ook zo'n plastic doorzichtig zakje. Dus zo ziet dat pakketje eruit. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ken de Colourpop eigenlijk nog niet zo heel goed. Zoella heeft een paar keer die liquid lipsticks getest in haar video's. En ze was er altijd fan van. En ik dacht, oké, ja, leuk. Maar het heeft me nooit echt getriggerd van iets bij Colourpop te bestellen. Dus Colourpop, ik had er al wel iets van gehoord. Maar nu dat Zoella eigenlijk een heel leuke make-uplijn heeft uitgebracht, ik had natuurlijk eerst naar de kleurtjes en de swatches gekeken voordat ik echt als een gek dit heb besteld. Dus ik heb het echt gekocht omdat ik het oprecht mooie kleuren vind, omdat ik er heel graag mee wil gaan spelen. Dus vandaar dat ik gewoon de stap waagde, iets bestelde bij Colourpop en nu voor jullie review. Iedereen heeft natuurlijk een bepaalde volgorde van make-up opbrengen. Ik ook. Ik heb al foundation opgebracht, concealer, mijn contour een beetje gedaan, wenkbrauwen, wimpers en dat is het. Dus als ik kijk naar de productjes die hier bij mij liggen en hoe dat ik die van volgorde zou gaan gebruiken, zou ik eerst met de ogen beginnen. Dan eyeliner, dan blush, highlight en dan de lippen. Dus dat ga ik ook gewoon zo doen. Zo kunnen we de volgorde gewoon blijven volgen. Dus ik ga beginnen met de oogproductjes te laten zien. En over oogproductjes gesproken, daarvan zijn er drie in deze collectie. Ik zeg drie en je ziet twee verpakkingen. Het komt omdat hier twee van die liquid oogschaduws in zitten. En dit is het oogschaduwpalet zelf. Ik ga beginnen met het oogschaduwpalet en daarna afwerken met de liquid oogschaduws. Maar ik ga jullie die eerst natuurlijk eventjes laten zien. Het is buiten echt
Het is van zonnig naar regen gegaan en volgens mij ga je dat kunnen zien aan de belichting in deze video. Sorry daarvoor. Hoe dan ook, dit is het oogschaduwpalet. Zo'n wafeldesign met de mooie letters Brunch Date dat zo omlijnd is in goud. En het voelt ook zo heel leuk aan. Op de achterkant staan dan de verschillende namen van de verschillende oogschaduwkleurtjes. En dan het palet zelf. Het ziet er een beetje anders uit dan de verpakking. Heel mooi roze met hier en daar een wafel. Pancakes, eitjes en aardbeidjes die je ziet. En ook aan de achterkant staan de verschillende namen nog eens genoteerd. Maar die namen die staan ook nog eens in het palet zelf. En het palet zelf vind ik er ook echt super mooi uitzien. Er zitten heel veel verschillende bruine tinten in. En Zoella heeft zelf in haar vlog gezegd dat dat komt omdat ze zelf geen echte make-up artist is. Zoals ik. En omdat ze dan heel graag met verschillende neutrale kleuren speelt. En dat heb ik eigenlijk ook een beetje. Er zit dan natuurlijk één pop of blue in. Echt een heel mooi. Het doet me echt heel hard denken aan het blauw van Yves Saint Laurent. Ik ben vorig jaar naar Marrakesh geweest. Ook daar heb ik vlogs van. Dan zijn we naar Le Jardin de Majorelle gegaan. En dat blauw, dat zie je daar ook. En het doet me daar echt heel hard aan denken. Om niet te zeggen dat het waarschijnlijk exact hetzelfde blauw is. Er zit ook een spiegel in het palet. Wat altijd heel aangenaam is. En er plakt nog een... Altijd leuk. Er plakte nog een plakkertje over. Nu hebben we een hele mooie spiegel. Ja, ik moet zeggen, ik vind de binnenkant heel mooi. Ik heb hier en daar al wel een paar vlekjes. Maar niks al te erg. Het is ook Sunday Funday, deze kleur. Die bij heel wat personen gebrokkeld toekwam. Bij mij niet, dus dat vind ik super leuk. Ik ga de swatches ook zo dadelijk close-up in beeld laten zien. En ik ga die in deze volgorde doen. Dus ik ga eerst met die rij beginnen en dan begin ik zo. En dan gaan jullie nu de swatches kunnen zien op mijn arm. Ik ga hier een simpele ooglook mee maken met een beetje shimmer. Natuurlijk hebben we zo dadelijk de liquid oogschaduws nog. En daar zit ook echt super veel shimmer in. Dus ik ga met dit palet eigenlijk proberen iets neutraal te maken. En dan kunnen we het zo dadelijk een beetje upspicen met de liquid oogschaduws. Ik ga beginnen met de kleur Maple Syrup op heel mijn bewegend ooglid aan te brengen. Er komt heel veel pigment vanaf en het leuke is dat er niet te veel poeder achterblijft op het palet zelf. Dus de kleur Maple Syrup, die breng ik helemaal aan op het ooglid zelf. Het is een heel mooi lichtbruinig, roestachtig kleurtje. Ik vrees dat er een beetje poeder in mijn mascara gaat hangen, maar dat is niet erg. Dan gaan we daar zo dadelijk nog eens met een laagje mascara over. Ik ga dan in de crease een beetje opwarmen met deze kleur Mimosa. Je zou zeggen dat Mimosa een beetje hetzelfde is, maar dat is echt een veel warmer bruin. Ook weer eventjes vermelden dat ik helemaal geen make-up artiest ben. Dat ik ook heel graag speel met make-up, maar ik ben dus... geen pro, ik zal het zo zeggen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen en om ermee te spelen. En ik denk dat dit palet eigenlijk wel een eerste goede aanzet kan zijn tot echt de basis onder de knie te hebben. Voornamelijk qua oogmake-up, want dat is iets dat ik echt niet dagelijks doe. Maar met van die neutrale kleurtjes kan ik me wel voorstellen dat het gemakkelijk in je handen kan zitten. Omdat je met neutrale kleuren echt niet zo heel veel kan misdoen. Dus ja, dat ga ik nu eventjes blenden met mijn andere kwast. Ik heb ook zo van die eerder diep liggende ogen. Alleen zo wat hooded eyes-achtig. En dan moet je natuurlijk ook een beetje een andere techniek gebruiken. Ik kijk daar wel heel graag YouTube-video's over. Maar ik denk dat ik dit palet ga gebruiken om echt alles een beetje onder de knie te leren krijgen. Dus dat is een beetje waar dat ik nu mee zit. En dan ga ik een lichter kleurtje aanbrengen. Ik ben aan het twijfelen tussen Champagne Toast en Sunnyside Up. Champagne Toast is eerder goudig, Sunnyside Up is eerder rozig. Dus ik ga voor het roze gaan. Ik ga voor Sunnyside Up en dat zit in zo'n hartje. Heel leuk. Maar voor ik Sunnyside Up ga doen, ga ik een combinatie van Maple Syrup en Mimosa eventjes op mijn kwast nemen. En de onderste wimperlijn daarmee een beetje definiëren. Zodat heel de look eigenlijk een beetje samenkomt. Ondertussen begint de zon echt terugkeert te schijnen. Dus ik hoop dat het niet te overbelicht wordt. Ik ben eigenlijk al wel redelijk content met hoe het er nu uitziet. Van Sunnyside Up zie ik eigenlijk niet zo heel veel. Terwijl dat die geswatcht echt heel mooi is. Dus ik ga eens zien of er een verschil is als ik het gewoon met mijn vinger pak. En op mijn ooglid dip. Ja, dan komt het er echt wel veel beter van af.
geeft wel een leuke extra dimensie aan de redelijk neutrale look die ik nu op heb. Nu ik een beetje van verder in de spiegel kijk, wil ik zeggen dat ik een hele leuke neutrale ooglook vind. Ik heb het heel snel eigenlijk kunnen doen en het ziet er wel heel leuk uit. Ik zou wel durven om de crease een beetje donkerder te maken, maar dat ga ik voor deze video niet doen. Dat ga ik doen als ik er gewoon mee aan het rondspelen ben, om het een beetje te ontdekken en zo. Ik vrees ervoor dat ik mijn ooglook ermee ga verpesten als ik nu gewoon met het donkere begin te spelen. Dus ik ga het hierbij laten. Voor het oogschaduwpalet althans. Ik vind het een heel leuk ding. Heel goede pigmentatie. Dus daar kan ik niks over zeggen. Over tot de liquid oogschaduws. En Colourpop heet het Supernova Shadow. En dit is een bundle. Hier zitten er twee in. Namelijk Bellini en OG. De verpakking vind ik super leuk. Het is zo'n kartonnen melkdoosje, zeg maar. En aan de binnenkant zijn zo van die hartjes, eitjes. En dat is zo bij elk doosje, ook bij het oogschaduwpalet. Je doet het dan open en je kijkt erin en dan denk je, oef, zo'n grote verpakking voor dat. Kijk maar eens mee. Het is een heel groot doosje voor eigenlijk maar twee van die productjes. En dat is ook zo bij de lipbundles. En dan doe je hem open en dan zie je twee verschillende liquid oogschaduws. Dus die Supernova Shadows. Je zou op het eerste zicht zeggen dat ze super hard op elkaar lijken. Maar ik ga ze apart voor jullie swatchen. En dan zal je wel zien dat het helemaal niet dat geval is. Om ze te vergelijken laat ik eerst en vooral OG zien. En hierin zitten superveel zilveren glitters. Kan je ook heel goed zien. En dat maakt dat deze oogschaduw eigenlijk meer een champagneachtige kleur heeft. Super, super mooi. Super gepigmenteerd. Dus een heel mooi kleurtje. En dan laat ik jullie nu de swatch zien van de kleur Bellini. En Bellini is echt een super mooi puur rose gold kleurtje. Het grootste verschil met OG is dat Bellini geen zilveren glitters heeft. Wat dus maakt dat het helemaal geen andere kleur krijgt. Het is puur rose gold. En dat zie je ook aan de swatch. Ook echt een heel mooi kleurtje. Als ik kijk naar mijn oogschaduw en naar de twee verschillende Supernova Shadows, dan ga ik toch kiezen om Bellini ermee op te smeren. Omdat ik nu eigenlijk een redelijk rose gold-achtige look heb. En Bellini gaat dat enhancen, gaat dat verbeteren, zeg maar. En ik denk dat OG met de zilveren glitter eigenlijk een beetje te veel anders gaat zijn. Dus vandaar dat ik Bellini er lekker ga op smeren. En kijken of dat hij niet te hard creased. Want dat kan je natuurlijk met van die liquid oogschaduws wel eens voor hebben. Komt heel veel product vanaf. Echt super mooi kleurtje. Ik ga eventjes heel mijn oog bedekken. En dan met mijn vinger er lichtjes deppend over gaan. Je kan het met je vinger wel gemakkelijk verplaatsen. Het droogt redelijk snel op, maar ik denk dat ik het hierbij ga laten. Juist nog in het begin van mijn oog een beetje beter aanbrengen. Dat is beter. Nu zit het er gelijk op, dus dat is al veel beter. Ik ga dat eventjes snel bij de andere kant ook doen. Volgens mij kan je met dit product ook echt super mooi zo'n cut crease maken. Dat ga ik nu niet doen, ik ben daar niet te getraind voor. En voilà, dat ziet er dan zo uit. Ik zou willen zeggen tot zover de ogen, maar dan zou ik aan het liegen zijn, want er zijn natuurlijk nog twee eyeliners. Die verpakking is een beetje anders dan die van daarnet. Deze is gelig met aardbeidjes erop en de binnenkant heeft, hetzelfde als de andere verpakking, ook die eitjes. De eyeliner zelf die is een heel mooi oranjeachtig kleurtje en daarin zit dan de eyeliner. Die kan je zo omhoog twisten. Je krijgt dan een heel mooie hoeveelheid aan product. Jullie zullen op de swatches kunnen zien dat de kleuren eigenlijk niet heel erg van elkaar verschillen. XOXO is een hele mooie zwarte gel eyeliner. En Sincerely Yours is dan een heel mooi chocoladebruinige eyeliner. Als ik tussen deze twee eyeliners moet gaan kiezen, dan ga ik toch voor Sincerely Yours gaan. De chocoladebruinige versie. Omdat ik denk dat zwart een beetje te veel gaat zijn met deze look. Ik ga ze ook niet op mijn waterlijn aanbrengen. Omdat ik denk dat die deze look echt heel donker gaan maken. Terwijl dat ik nu vind dat die er heel fris, heel leuk uitziet. Dus ik ga die op mijn bovenste wimperlijn aanbrengen. Ik ga dan wel een beetje transfer krijgen op mijn onderste waterlijn. Maar dat is niet zo heel erg. Dat maakt het niet te hard. Dus ik ga de kleur Sincerely Yours nemen. En ik ga die dus op mijn bovenste wimperrand eventjes aanbrengen. Ik probeer wel zo weinig mogelijk mijn oog te trekken. Dus echt het product zijn werk te laten doen. Dan doe ik het liever gewoon wat trager. Zonder dat ik mijn huid echt overbelast door eraan te trekken.
En voilà, dat is dan met de cream gel liner op mijn bovenste wimperrand. Zoals je aan de swatches hebt kunnen zien, heel gepigmenteerd. Dus volgens mij is dit ook echt perfect om een winged eyeliner mee te doen. Of om van onder op je waterlijn te doen. Tijd voor gezichtspoeders. En die zijn ook echt super leuk verpakt. Ze zitten in een mooi roze doosje. Met dan, als je het eruit haalt, zie je dat het doosje eigenlijk een sunny side up eitje is. En het eerste dat ik hier open heb is de blush. En dat is in de kleur Soulmate. En de blush zelf is eigenlijk een heel mooi babyroosachtig kleurtje. Zonder shimmer in. Het is echt een blush. Ik zou niet zeggen dat hij mat is. Maar echt glanzend is hij toch ook niet. Aan de bovenkant zit terug een spiegeltje. En dan heb ik hier een blush kwast. Deze is van Real Techniques. Die bovenkant ziet standaard roze, want het is proper. En dan ga ik die gewoon aanbrengen zoals ik blush normaal gezien aanbreng. Dus ik ga gewoon mijn kwast lekker in die blush steken. Komt best wel wat poeder vanaf. En dan ga ik hem gewoon aanbrengen. Oef, ik vind het een heel mooi. Heel mooi roze kleurtje. Komt zeker en vast genoeg pigment vanaf. En je ziet ook dat het geen matte blush is. Er zit niet echt een shimmer in, maar er is toch iets dat het een beetje glanzend maakt. Het is een hele mooie blush, al denk ik dat ik er een beetje te veel van heb gebruikt langs mijn rechterkant. Dus ik ga niet opnieuw in de blush met mijn kwast. En ik ga de restjes op mijn andere wang gebruiken. Dus ik ben wel fan van de blush, zeker en vast wel. Al heb ik gewoon in al mijn enthousiasme een beetje te veel op mijn kwast genomen. Dan heb ik een tweede pakketje dat er exact hetzelfde uitziet. Deze highlighter heet Swipe Right. Een beetje champagneachtig. Met een lichte, hele lichte roze glans in. Ook niet echt duidelijke glinsters dat je erin ziet, maar wel eerder een glansje. Beetje zoals de blush, maar toch niet helemaal. En hiervoor gebruik ik mijn gewone highlighter kwast. En dit is van The Body Shop. Heb ik mega lang. Die heb ik echt al 8-9 jaar. Echt al super lang en die doet het nog heel goed. Dit is eigenlijk een blush kwast, maar ik gebruik hem gewoon graag om op mijn blush de highlighter aan te brengen. Ik ga er nu niet te veel van nemen, want we hebben vanuit de blush geleerd dat het redelijk gepigmenteerd is. Ik bedoel, dit is één keer swipen. Dus Swipe Right highlighter. Ik ga er genoeg van aftikken, zodat we toch niet te veel hebben. We willen natuurlijk geen discobal zijn, dus genoeg eraf getapt. En dan gaan we eens kijken. Ik moet zeggen, ik zie in de spiegel niet heel veel verschil. Dus ik ga de andere kant van mijn kwast nemen en het eigenlijk nog een keertje opnieuw doen. En het er eerder in drukken. Dat zie ik al wat beter. En ik moet zeggen, de roze glans op de blush versterkt de blush eigenlijk echt heel mooi. Ik zal zeggen dat het niet echt de highlighter is van bam in your face. Zoals de highlighter van Rihanna of zo. Dat is echt, dan ben je echt gewoon shining. Dit is eerder zo van een glansje. Heel subtiel, eigenlijk wel mooi. Ik moet wel zeggen, je ziet het in een doosje echt niet. Maar eens dat je hem op je gezicht aanbrengt, is het gewoon echt roze glitter. Dat je in de highlighter krijgt, bedoel ik dan, hè. Wel heel mooi en heel mooi samen met de blush. Dus ik vind het een hele mooie highlighter. Zeker en vast. Hij verrast door de roze glans. Alhoewel dat hij er in de verpakking zelf redelijk peachy en goudachtig uitziet, is hij toch wel redelijk roze op het gezicht. Als ik zo een beetje naar mezelf in het schermpje kijk, zie ik ook eerder roze. Maar ik zie niet echt heel veel highlight. Het is zo een heel subtiele glans. Dat vind ik wel mooi. Zeker aangezien dat de ogen nu feller zijn. Dan kan ik dit wel hebben. En dan heb ik hier de laatste productjes vast. 3 keer hetzelfde, maar toch niet helemaal. Want de kleur is niet hetzelfde. Dit zijn de lip bundles. En in zo'n lip bundle zit een lip liner en een liquid lipstick. De verpakking die doe je wel denken aan die liquid eyeshadow verpakking. Ondertussen hangt hier een plasticje aan vast. Maar die verpakking die herken je alvast, al is die eyeshadow verpakking iets kleiner dan die van de lip bundles. Ook weer het idee van het kartonnen melkbusje, maar dan ziet hij hier roze. Super mooie verpakking alvast. Ik ga proberen van de kleurtjes van licht naar donker te laten zien op de swatches.
Maar ik ga wel beginnen met de donkerste kleur nu op mijn lippen te doen. Want ik wil niet eindigen met de rode kleur. Maar ik ga eerder voor een nude. Omdat ik denk dat dat bij deze look het beste past. Maar ik wil jullie graag alle drie de kleurtjes laten zien. Op de swatches, maar ook op mijn lippen. Dus ik ga de kleurtjes eerst en vooral alvast overlopen. En ik begin met de kleur Little One. In die verpakking zitten deze twee productjes. Namelijk de lip liner. En die kan je niet omhoog twisten. Dat gaat niet. Deze moet je slijpen met een puntenslijpertje. En ook een liquid lipstick. Verpakking heel mooi, neutraal, goud. En je kan de kleur erdoor zien. Dat kan je bij de lip liner niet. Ook van boven staat het er niet bij. Je moet echt naar de naam gaan zoeken tussen de tekst. De liner en de liquid lipstick die hebben dezelfde naam. Namelijk Little One. De kleur die kan ik omschrijven als een mooi nudig kleurtje. Ik zou zeggen dat er een soort van peachy kleur in zit. Bruinig peachy dan, om het wel een heel mooi nude te maken. Dan gaan we over naar de volgende nude kleur. Die toch wel een beetje anders is dan Little One. En als ik mijn favoriet moet kiezen, dan weet ik het eigenlijk niet zo goed. Want ik vind ze allebei wel heel mooi. Maar ze zijn wel verschillend. Deze bundel heeft wel twee verschillende namen. De liquid lipstick die heet At Me. En het penseel heet Oh Snap. En als ik deze kleur naast Little One swatch, dan kan je wel zeggen dat At Me ook een heel mooi nude kleurtje is. Maar dat hier heel wat meer roze pigment in zit. En dat het eerder naar een mauve nudig kleurtje neigt. Als je nu aan mij vraagt welke kleur vind je mooier, ik zou het niet weten. Ik moet het alle twee eens op mijn lippen zien. Ik vind die met het roze pigment heel mooi. Maar die met het nudig pigmentje, die doet mij denken aan mijn favoriete liquid lip van NYX. Namelijk de Push Up. De laatste lip bundle. En deze heeft ook weer twee verschillende namen. Namelijk de liquid lipstick heet Self Love Club. Heel leuke naam. En het lippy pencil, zo heet het penseel, de lip liner, die heet Bossy. En deze lip bundle is echt super rood. Heel mooi rood vind ik zelf. Er zit een soort van blauwig pigment in. Volgens mij gaat die je tanden heel mooi wit maken. Doet me denken aan het rood van een aardbei. Echt heel heel mooi. Ik hoop maar dat die heel gemakkelijk van mijn lippen gaat, want deze kleur die ga ik als eerste swatchen, omdat ik niet ga eindigen met deze kleur. Omdat ik niet echt denk dat die helemaal bij de look gaat, maar een heel mooi kleurtje alvast in de verpakking. Maar ik ga hem nu eens testen. Daarvoor ga ik eerst het lippencil gebruiken om mijn lippen te omlijnen en een beetje in te vullen. En dan gaan we die toppen met de liquid lipstick. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit liquid lipstick van Colourpop gebruikt. En op het eerste zicht lijkt die echt super liquid. En ik weet niet goed hoe dat ik me daarbij moet voelen. Maar we gaan hem eens testen. Oppassen bij de tandjes. Altijd oppassen met rood. Maar ja, dit is echt een heel mooi rood. Ik denk dat dit bij de meeste mensen wel zal staan. Ik voel hem ook opdrogen en hij zit heel comfortabel op mijn lippen. Droogt eigenlijk niet uit. Echt heel comfortabel. Je zou bijna vergeten dat er een rode lipstick op je lippen zit. En als ik het zo bekijk, vind ik hem echt heel mooi. Ik ben hier wel fan van. Ik dacht in het begin dat het toch misschien iets te veel uit mijn comfortzone zou zijn om een rode lipstick te dragen. Maar ik ben hier echt, echt fan van. Nu is het alleen maar hopen dat ik hem er goed genoeg af krijg om de volgende twee kleurtjes te swatchen. Maar eventjes een momentje nemen om deze rode lipstick te gaan bewonderen. Dat ging toch ietsje moeilijker dan verwacht. Ik heb er echt goed op moeten schrobben. Maar ik denk dat het er wel redelijk oké uitziet. Hoe dan ook, ik ga de tweede lipbundel testen. En ik ga beginnen met dit kleurtje. En dat is At Me. En daarbij hoorde het lippencil Oh Snap. Dus dit is van de nude, de eerder rozige tint. Zo ziet dan die rozig-nudige lipbundel er op mijn lippen uit. Oh Snap en At Me tezamen. Ik moet zeggen, ik vind het een hele mooie nude kleur. Ik weet alleen niet zeker of dat elke skin tone, echt elke kleur, hiermee weg zal gaan. Ik denk dat dit voor donkere meisjes niet echt heel mooi zal zijn, wat natuurlijk wel jammer is. Maar bij mezelf vind ik wel dat het redelijk oké is, al moet ik zeggen dat ik er niet de allergrootste fan van ben. En ik weet niet hoe dat komt, misschien omdat het rode van daarnet nog een beetje in mijn lijntje zit en het daarmee niet echt helemaal mooi afgewerkt is. Maar ik ben niet 100% overtuigd. Als ik mezelf in de camera zie, vind ik het wel oké. Maar als ik dan van dichtbij bekijk, deze die trekt veel meer in mijn lijntjes. En ik weet niet of dat komt omdat ik er daarnet met een make-up remover heb opgezeten, dat deze een beetje anders valt. Maar deze heeft zo de neiging van
korrelig op te drogen. Ik weet niet of jullie dat echt kunnen zien, maar hier in mijn spiegeltje valt het alvast op dat die van boven heel hard in mijn lijntjes trekt. In alle lijntjes eigenlijk, zo goed als. En van onder ook. En dat het hier zo een beetje een korrel effect begint te krijgen. Alsof ik het er zo kan afschrapen. En dat is niet echt de bedoeling. Ik moet nu wel zeggen, in vergelijking met de rode kleur, ging de vorige kleur er echt met één swipe gelijk af. Dat is dus zeker een voordeel. Maar ik ga dus over tot de laatste lip bundle. En daarmee begin ik, zoals bij de vorige twee, met het lip pencil in de kleur Little One. En zo ziet dan de laatste lipbundel eruit, Little One, op mijn lippen. Ik moet zeggen, ik vind het een heel mooi, nudig kleurtje. Maar ook deze, die trekt een beetje in de fijne lijntjes. Minder erg dan de vorige, maar het trekt er wel in. Dus ik vrees ervoor dat als hij opdroogt, dat hij ook een beetje dat korrelige effect gaat krijgen. Maar ik ga deze er gewoon laten opzitten. Mijn lippen niet nog meer aandoen. Deze zal het zijn voor de rest van de dag. Ik vind het wel oké, al denk ik bij deze ook dat hij niet voor elke huidskleur echt heel mooi zal zijn. Dat hij niet elke huidskleur heel mooi zal complementeren. Wat dat best wel jammer is. Vinden jullie dat dit kleurtje mij staat? Want ik ben er eigenlijk niet helemaal uit. In de camera ziet het er wel oké uit, maar weer van ver. Ik weet het niet zo goed. Laat het mij weten in de reacties beneden. Welke lipbundel vond jij het mooist? Laat het mij gerust weten, want ik heb ze zo snel na elkaar allemaal aangedaan dat ik het eigenlijk niet zo goed weet. Ik denk dat ik de rode echt heel leuk vond. Dit misschien ook, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik ben er niet echt uit, dus laat het mij gerust weten. Ben ik wel heel benieuwd naar. En dat was dan meteen het laatste productje wat in dit tasje zat dat ik kon testen. Ik heb het ondertussen er allemaal terug mooi in gestoken, want ik moet de thumbnail nog maken. Ik moet zeggen, ik ben over het algemeen wel aangenaam verrast door de verschillende productjes. Als ik naar mezelf kijk in de viewfinder of hier in de spiegel, vind ik dat de look over het algemeen best wel geslaagd is. Al was ik niet helemaal overtuigd door de lipkleur. Het enige dat ik kan zeggen is dat ik de glitter voor nu misschien een beetje too much vind om in het dagelijkse leven op stap te gaan of om naar mijn werk te gaan. Ik zou dat eerder houden voor een avondje weg of iets dergelijks, maar dat is niet gewoon om gewoon naar de winkel te gaan of zo. Maar voor de rest, het gewone oogschaduwpalet is zeker een aanrader als je houdt van de neutrale kleuren. Het is eigenlijk een beetje, ben je op zoek naar deze verschillende kleurtjes, dan zijn de producten zeker een aanrader. Heel mooie pigmentatie en zo. Maar als dit allemaal een beetje te neutraal is voor jou, dan denk ik niet dat het echt een collectie is voor jou. Maar Colourpop heeft nog wel een heleboel andere collecties. En over Colourpop gesproken, ik zal het eventjes hebben met jullie over mijn ervaring bij deze online webshop. Want Colourpop die is enkel online te vinden, nergens in store, zelfs niet op andere webshops. Gewoon colourpop.com geloof ik zelfs. Om dit pakket als voorbeeld te hebben, ik had dat in mijn winkelmandje gestopt. Ik had op voorhand natuurlijk opgezocht wat de verschillende betalingswijzen waren. Ik heb voor Visa gekozen, maar er zijn nog een heleboel andere. Ga ze zeker eens checken als je daar benieuwd naar bent. Ik heb gewoon Visa genomen. Dus je betaalt in dollar en achteraf kan je zien hoeveel je dan gespendeerd hebt. Dit was $89. Omgerekend was dat iets van een €80. En ik heb ook achteraf gezien dat er €79 van mijn bankrekening is gegaan. Dus qua wisselkoers zit dat zeker en vast in orde. Nu, om het te hebben over verzendingskosten. Ik heb geen verzendingskosten moeten betalen omdat ik het op de launch date van de collectie besteld heb. En dan hadden ze een speciale actie, 48 uur, geen verzendingskosten. Ik heb daar eigenlijk niet echt van genoten, want als je over $50 spendeert, dan is de verzending sowieso gratis, ook naar het verre Europa. Dus stel je hebt besteld op colourpop.com, je hebt je visagegevens en zo doorgegeven, je krijgt een e-mail dat het 5 businessdagen kan duren, dus 5 werkdagen kan duren vooraleer ze het pakket shippen. Dat wil dus zeggen vooraleer ze het pakket in een doos steken en aan hun koerier geven. Nu, ik heb heel geduldig 5 businessdagen, 5 werkdagen gewacht om dan te merken dat mijn pakketje nog altijd niet geshipped werd. Ik heb dan natuurlijk de 6e dag een e-mailtje gestuurd, want ik was zo benieuwd en ik ben ook zo iemand. Als ik iets gekocht heb, moet het hier nu zijn. Als je dan webshopt, is dat niet echt altijd het geval, maar oké. Okay. Ik heb dus op de 6e werkdag een mailtje gestuurd waarin ik zeg dat ik nog altijd geen shipment confirmation heb gekregen en waar dat blijft. En dat ik het toch wel heel graag voor mijn YouTube kanaal wil reviewen. Ik dacht, als ik iets of wat druk kan leggen, dan heb ik het misschien sneller. En volgens mij heeft dat echt wel geholpen. Ze hebben me zelfs niet gevraagd of ik wel degelijk een YouTube kanaal heb. Maar ze hebben me gewoon gezegd dat ze het zo snel mogelijk in orde gingen
gingen brengen. En effectief, 10 minuten na mijn antwoord, kreeg ik een automatische e-mail waarin dus stond dat mijn pakketje werd aangemaakt en dat het de volgende dag naar een koerierdienst gaat. Dus iets of wat druk leggen, dat heeft toch precies wel geholpen. Ik heb ze trouwens gecontacteerd via het contactformulier op hun website. Sommige mensen die verzenden een tweet, maar ze reageren altijd dat je het contactformulier op hun website moet invullen. Ik had dat dus meteen gedaan. En ik heb daar ook heel snel antwoord op gekregen en dan is mijn shipment ook heel snel in orde geraakt. Nu, van het moment dat ik de confirmation e-mail heb gekregen dat mijn pakketje gemaakt werd en onderweg is naar de koerierdienst, heeft het exact een week geduurd vooraleer het hier in Brussel lag. Exact een week. Dat is super snel. Ik had het echt niet zo snel verwacht. En 2 dagen later heb ik dan hier in de brievenbus mijn brief gekregen dat ik natuurlijk niet thuis was en dat ik het de volgende dag moet ophalen in een afhaalpunt. Want natuurlijk, ik ben dan niet thuis als het leveren. En dan moet ik nog een dagje wachten. Maar oké. Natuurlijk, het pakketje komt uit Amerika. Het is geen Schengenzone. Geen vrije invoer van goederen. Je moet er dus nog altijd BTW op betalen. En ook douanekosten. Wat kei jammer en stom is, want er zijn zoveel dingen uit Amerika die ik super graag online wil kopen, maar de douanekosten, pas op. Je mispakt je er zo aan. Ik had gedacht dat het niet zo heel veel ging zijn. 21% BTW op 79 euro, een beetje douanekosten, het zal wel iets van een 30 euro erbij zijn. Niet dus, want ik kreeg een e-mail van Bpost dat ze mijn pakketje gingen leveren en dat er ook een kostprijsje aan zat van 44 euro en 9 cent. Vooral die 9 cent maakt het heel interessant, maar oké. Ik heb hier bij mijn pakket, daar zat zo een douaneformuliertje bij. Daar staat op dat de douanekosten 20 euro waren. Ik zal het er eventjes bij nemen. Nee, de douanekosten waren 22 euro en de BTW op het pakket waren ook nog eens 22 euro en 9 cent. Wat dus maakte dat ik een totaal van 44 euro en 9 cent moest geven aan de persoon vooraleer ik effectief mijn pakketje kreeg. Maar dus, calculeer die kostprijs in. Mijn pakketje heeft niet gewoon 80 euro gekost, maar 80 euro plus 44. Wat dus maakt dat het een 124 euro was voor dit. Dat is natuurlijk super jammer. Maar het is nu eenmaal zo. Ik denk niet dat we daar veel aan kunnen veranderen. Maar denk er gewoon aan. Calculeer dat mee in. Als je iets koopt uit Amerika, dat je die douanekosten ook nog hebt. Want het zou heel jammer zijn als je plots voor het voldomme feit wordt gesteld dat je nog extra kosten hebt en dat die plots te hoog zijn of zo. Dus denk daar alvast heel goed aan. En voor de rest was mijn ervaring met Colourpop eigenlijk best wel positief. Mijn productjes zijn heel toegekomen. De customer service heeft mij heel goed en heel snel geholpen. Dus ik persoonlijk ben best wel tevreden over mijn ervaring met Colourpop. En dat was hem dan, mijn eerste indruk full face met de Zoella Colourpop collectie. Laat me vooral weten op welk product jouw oog is gevallen in de reacties beneden. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En als je deze video leuk vond, geef dan zeker een like. Ik vind dat altijd super leuk om te zien dat mensen mijn video's leuk vinden. En als je trouwens nog niet geabonneerd bent, want ik merk in mijn statistieken dat er heel veel van jullie niet geabonneerd zijn, maar wel naar mijn video's kijken, wil je je alsjeblieft abonneren? Dat is super gemakkelijk en gratis. En dat doe je door op mijn foto hier te klikken. En dan blijf je gewoon op de hoogte van alle video's die ik post. En tot de volgende. Dag!